binnen een half nummer al kennen. En dat is met dit wel. Nou, ik vind wel dat het refrein een boom moet zijn. Dat moet de klapper zijn. Ik vind dit refrein een beetje kinderachtig. Waar je voor de rest een strak nummer hebt. Het lijkt alsof je naar Taylor Kitsch koor aan het luisteren bent. Ja. En dat is niks ten nadele van jou. Maar dat komt ook door die... Daar komt het ook door, hè? Ik zou sowieso ook even met de kritische noot... Kijk, er zijn natuurlijk wat aanpassingen die we nog even moeten... Maar... Hoe zou ik het zeggen? Gewoon zoals je het wil. Ja, het is niet de bedoeling... Of het is niet handig, zou ik het zo zeggen... Om je eigen nummer nu al volledig af te kraken. Stel je voor, we zouden wel doorgaan met het refrein. Dan zijn dit wel uitspraken die je hebt gedaan. Ik weet niet waar je het over hebt, jongen. Ik ben toch niet het nummer aan het afbranden? Ik zeg gewoon, ik vind het overkomen van het refrein. Ja, drie stemmen achter elkaar. Je bent naar drie keer Gerrit aan het luisteren. Ik zeg niet dat het niet goed is. Ik zeg alleen meer. Dat snap ik. Maar wat zeg je nou net zelf? Van ja, nee... De eerste indruk is wel, dat is de eerste indruk. Ja. Snap je, je gaat de eerste indruk nu al een beetje invullen voor mensen. Snap je? Nou, hij moet gewoon aangepast worden. Ja, dat snap ik. Maar dan kun je dat beter even in een mailtje doen, dan dat je nu je eigen nummer al compleet afbranden zijn. Ja, tuurlijk is dit, tuurlijk is dat. En... Maar waarom? We hebben toch ook gezegd dat er ook hele fucking vette stukken tussen zitten? Ja, en als je het refrein gaat aanpassen, is het toch niet erg? In dit gesprek heb je normaal toch ook in de studio? Ja, dat klopt. Maar nu zijn we een televisieprogramma. Moet ik dan anders gaan handelen? Nee, toch? Nou, deels wel, denk ik. Nee, kijk, wil ik niet. Als je bepaald succes wil... Kijk, jouw mening is jouw mening. Mijn mening is mijn mening. En wij vormen uiteindelijk het liedje zoals we hem zelf willen. Ja? Maar dat betekent niet dat je nu al soort van... Als je 10 keer op een dag roept, ik ben een harde werker... dan gaan mensen dat ook geloven. Dat is hetzelfde als dit. Als je 10 keer zegt, ja, Taylor Kitsch... Dan wordt het ook aangenomen als waarheid. Ik denk dat je een beetje vergist in dat we het nu niet over een eindresultaat hebben. Nee, dat klopt. Ik ben gewoon heel kritisch op een tussenresultaat. En daarna komen de aanpassingen en dan verwacht ik dat het gewoon precies is zoals ik gehoopt dat het zou zijn. Mm-hmm. En dan is het fucking vet. Mm-hmm. Kijk, in potentie is het een super dik nummer. Alleen ik kan nu nog niet 100% tevreden erover zijn, omdat het gewoon... Maar dat ben ik ook niet. Hij komt niet over. Nee, maar dat zeg ik nu ook niet, toch? Heb ik gezegd van, joh, ik ben 100%... Nee, maar ik heb heel erg het gevoel nu dat ik een of andere manier van voorzichtig of zo moet gaan zijn. Met kritisch zijn over het nummer. Dat hoeft niet, maar dat hoor je me ook niet zeggen. Maar om het steeds weer te benoemen, daar zou ik wel wat voorzichtiger mee zijn. Oh, oké. Okay. Ja. Maar dat snap je denk ik ook wel. Toch? Nogmaals, het statement wat je hebt gemaakt is duidelijk. Maar om dat dan 80 keer te herhalen, na release van 2 uur, nog niet eens, 1 uur, 1,5. Ik snap het probleem niet echt. Niet? Je snapt niks van wat ik zeg? Nee, ik snap je wel. Mm. Ik snap je wel, ik deel alleen niet dezelfde mening. Kijk, wat je nu zegt is heel erg het gevoel wat ik erbij krijg is dat ik de dingen maar gewoon eventjes moet gaan typen. Kijk, als we hier een gesprek erover hebben, dan vind ik gewoon dat ik moet kunnen zeggen wat ik ervan vind. Tuurlijk, maar je hebt dit inmiddels al 80 keer gezegd. En ik heb 1 keer Taylor Kitsch gezegd en niet 10 keer. Nee, maar wel op steeds verschillende creatieve wijze. Maar het is toch ook niet erg? Het wordt nog helemaal aangepast. Ja. Kijk, is dit je eindproduct? Dan ben ik het met je eens. Nee, dat snap ik ook. Maar ook dan kan je er niet achter, zou je er niet achter kunnen staan? Hè? Nee, tuurlijk niet. Want je gaat toch uiteindelijk een product, neem ik aan, lanceren waar je volledig achter staat. Hij is nu 80% vet. Gewoon echt vet. Dat is gewoon helemaal geschikt. En dat zou ik zo in de auto ook opzetten en luisteren. Alleen, ik verwacht gewoon bij een refrein dat hier meer uitkomt. Dat is de spetter. Dat is de maar dat is toch ook waarom jullie dit nu hebben toegestuurd gekregen. En waarop het nog veranderd gaat worden. Hmm. Natuurlijk. En, dus er is ook helemaal niks aan de hand. En dat vind ik ook. Joh, we hebben een aantal aanpassingen hebben we doorgevoerd. Alweer. Via de mail. Dat gaan we nog doen. En dan komt het wel goed. Ja, laatste stukje. Dat hoeft niet meer. Maar ja, als dat dan klaar is, dan zou ik dat ook zo... Ja. Maar zo ben ik. Op het moment dat die dingen zijn aangepast... En het klinkt zoals ik in gedacht heb dat het zou moeten klinken. Gewoon met echt een heel catchy refrein. Dan ben ik alleen nog maar laaiend positief. Mm-hmm. En tot die tijd ben ik gewoon heel kritisch. Het, is, het moet gewoon echt perfect zijn. En waar de kijker nu hoort dat ik zeg dat ik er niet helemaal achter sta, nog achter het refrein. Maar er wel absoluut de potentie in zie. En als het straks aangepast is, dan ben ik alleen maar laaiend enthousiast. En dan zullen ze zelf ook het verschil horen, toch? Dat is echt dikke shit.